Goedemorgen. Het is vrijdag. En dat betekent dat ik Chicago weer ga verlaten. Het is 5:30. Het is nog hartstikke donker buiten. En ik ga zo om 7:00 de trein nemen naar St. Louis. En daar ga ik jullie meer laten zien. En het is een kleine stad. Het is niet zo groot wat ik afgelopen dagen heb gezien. Dus ik ga een heel totaal andere type stad zien. Dus ik ben heel benieuwd. Nou, als ik wat tegenkom, dan hou ik jullie zeker op de hoogte. Final destination, St. Louis. Bijna 2500 kilometer gereisd om hier naartoe te komen. En ja hoor, ik ben er. Het waait lekker, het zonnetje schijnt een beetje. En voor mij is het onwijs een mooie stad, dus ik ben heel erg benieuwd. Wat gaaf, dit is St. Louis. Geen hoge wolkenkrabbers. Gewoon een middelgrote stad. Zo'n 300.000 inwoners. Heeft wat Franse architectuur. Ja, helemaal leuk. En nu naar motel. Nou, ik heb hier ook een kamertje gefixt met een tweedubbele upgrade. Omdat ik normaal een dubbelkamer had geboekt. En nu heb ik een Kings dubbel suite. Weet ik veel. Die laat ik nu aan je zien. Even kijken. Je loopt dus de kamer binnen. Wauw. Wat een bed. Wat is dit allemaal? Meen je niet? Wat een knal. Oh, wat, hè? Een bad, een douche. Wat is dit dan? Ah, het toilet. Ah, jeetje. Wauw. Oh, het licht gaat ook aan voor je camera. Gaat... Bureau. Een gigantisch bed. Ik zie, oh, het is net een huis. Kijk maar, dit is de woonkamer. Jeetje. Ongelooflijk. Dit is de centrale bibliotheek van St. Louis. Wat een gebouw. Jeetje. Eerlijk gezegd, ik kom niet zoveel meer naar boven te kijken, want is, ik denk dat dit een van de hoogste gebouwen is. De rest is lager. Ja. Even kijken wat ernaast zit. Kijk naar achter mij. Kat. ik kan deze stad heel erg waarderen. Ik weet nog niet waarom.
iets in mij zegt dat ik dit een hele leuke stad vind. Waar ik heel erg blij van word. Ja, dat. En sorry als het een beetje winderig is. Ik denk dat dit het hoogste gebouw is. Het is zo lager. Gaaf. Lekker doorsnee. Stad. Niet te groot, niet te klein. Jeetje, wat is dit voor gebouw? Even kijken, een civiel koor. Mooi gebouwtje moet ik zeggen. Niet te groot. Kijk maar. Wauw. Ziet er mooi uit. Heel schoon, netjes. Hier is de aquarium. Maar er zit ook gelijk een speeltuin aan vast. En het zit in een industrieel oud pand. Kijk maar. Fundering. Jeetje. Gaaf. Nu al zin in. Ik zeg eerlijk, het was heel erg mooi voor de kinderen gemaakt. Ook met de 3D en met alle high-tech dingen die er nu zijn. Alleen, ja, het is zo voorbij. Het is groot, je hebt veel, maar voor $35 weet ik niet zeker. Dus, maar dat maakt niet uit, geeft niet. Ik heb het gezien en ik vond het een hele mooie belevenis om naar zo'n attractie hier te komen. Dus ja, was zeker de moeite waard hier. De metro van St. Louis. Kijk hoe die eruit ziet. Ook is dat toch weer anders. Nou, zoals je het ziet is de nieuwe versie van de Old Courthouse. Lijkt een beetje op het Witte Huis van een mini formaat. En hierachter zit eigenlijk de grootste attractie van de stad. En die laat ik jullie zo ook even zien. En gelukkig is de zon weer teruggekomen, gelukkig. Nou, mijn paard staat ook klaar, zie je. Kijk, hier deden we het om. Voor dit uitzicht. Voor het mega groot. Ja, het is het boog. Wat er op lijkt. Echt
best wel hoog eigenlijk, eerlijk gezegd. Kijken of we iets dichterbij kunnen komen. Wauw. Wat een immens gebouw is dit, zeg. Aan de Mississippi rivier, die helemaal uitkomt in de Golf van Mexico. En vroeger een heel belangrijk industriepunt was in de jaren 20 van de vorige eeuw.